Before Bali is Maude. Vandaag herdenken wij als nazaten van tot slaafgemaakten de afschaffing van de slavernij. De slachtoffers van de transatlantische slavenhandel, de grootste gedwongen verplaatsing van mensen uit de geschiedenis van de mensheid. De slachtoffers van het Nederlands slavernijsysteem en allen die het leven hebben gelaten in hun verzet tegen dwangarbeid en dehumanisering. Het oogmerk van de Nederlanders om te handelen in mensen was puur uit economisch en financieel winstbejag. De slavernij in Suriname duurde 200 jaar. Er zijn bijkans 300.000 slaafgemaakten uit Afrika naar Suriname gebracht. Bij de formele afschaffing van de slavernij vielen circa 32.000 slaafgemaakten onder de Emancipatiewet. Deze wet trad op 1 juli 1963 in werking, maar de facto werd de slavernij op 1 juli 1873 in Suriname afgeschaft. In de periode van het staatstoezicht werd ook dwang door de kolonisator toegepast, wat feitelijk de slavernij verlengde met 10 jaar. Het is mij inderdaad een eer en een genoegen als voorzitter van de Nationale Commissie Jubileumjaar 2023 u allen, maar in het bijzonder onze buitenlandse gasten nogmaals van harte welkom te heten op deze 1 juli Kitikoti herdenking nabij het standbeeld van Kwaku, een monument dat 60 jaar geleden bij de herdenking van 100 jaar emancipatie werd onthuld door onze toenmalige premier Johan Adolf Pengel. Het stelt voor een bevrijde slaaf van Afrikaanse komaf die de ketenen heeft verbroken. Kwaku, dat is de woensdag die genoemd wordt wanneer een zoon ter wereld komt. En zoals ik bij de launching van de Kitikoti Week heb gezegd, is 2023 voor Suriname een ware jubileumjaar, waarin wij herdenken de kroonjaren van Hindoestaanse emigratie, van Chinese emigratie, van Portugese emigratie en afschaffing van de slavernij. De Hindoestaanse emigratie was de eerste in de rij van herdenkingen op 5 juni jongstleden. En vandaag, 1 juli, is het de beurt aan de nakomelingen van Afrikaanse afkomst om samen met alle andere landgenoten, en ik herhaal met alle andere landgenoten, stil te staan bij 160 jaar afschaffing slavernij in Suriname. As protocol already been established, ladies and gentlemen, today I stand here before you as the Vice Prime Minister of Aruba to address a significant moment, significant milestone in our shared history, the abolition of slavery in Suriname and the Caribbean. This pivotal event, which took place 160 years ago, holds great importance for both Suriname and Aruba. Suriname, a nation with deep historical ties to Aruba, holds a special place in our hearts. Many Surinamese residents and their descendants have found a home on our beautiful island.
enriching our cultural fabric and contributing to our vibrant fusion of traditions we celebrate today. This connection reminds us of the bonds that unite our people and the shared experiences that shape our societies. As we gather here today, let us reflect upon the lessons of the past and recommit ourselves to the ideals of quality and respect for all. The abolition of slavery in Suriname serves as a reminder of the importance of acknowledging and confronting the injustices of the past. It is through understanding of our shared history that we can build a better future, one that embraces diversity, fosters inclusion, and it upholds the principles of human rights. Mi winsi un alasma wan switi mansipi dei. And as we say in Papiamento, Masha Danki. Thank you. Masha Deketa Male Pufomi, Mano Dekita Kili Nekikibon. Masha Deketa Male Pufomi, Mano Dekita Kili Nekikibon. Masha Deketa Male Pufomi, Mano Dekita Kili Nekikibon. Masha Deketa Male Pufomi. Meneer president, mag ik beginnen met u van harte te bedanken voor uw uitnodiging om hier vandaag bij u allen te zijn. Ik heb er buitengewoon veel waarde aan om hier vandaag te mogen spreken. Vandaag op deze belangrijke dag. Op Kitty Kotti, de dag der vrijheden. De dag waarop wij met elkaar de afschaffing van de slavernij herdenken. En hier op deze betekenisvolle plek bij het Kwaku Monument in Paramaribo. En ik hecht er waarde aan omdat de geschiedenis van Suriname en die van Nederland onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En omdat wij elkaar alleen recht in de ogen kunnen kijken. En ook alleen recht vooruit richting de toekomst, als we ook achterom kijken. En dat verleden onder ogen zien, dat te lang niet de aandacht heeft gekregen die het verdient. Dames en heren, geachte aanwezigen. Slavernij is een misdaad tegen de menselijkheid waar Nederland een belangrijk aandeel in had. Op veel plekken in de wereld zijn de sporen van dit pijnlijke verleden nog altijd zichtbaar. In Afrika en in Azië. Hier in de regio. In Guyana en Brazilië. In de Caribische delen van ons koninkrijk. En hier natuurlijk in Suriname. Hier in Suriname, waar met medewerking en met instemming van Nederlandse bewindvoerders honderdduizenden volwassenen en kinderen naartoe zijn gehaald. Tegen hun wil en met extreem geweld. Waar zij onder mensonterende omstandigheden moesten werken op plantages, in dichtbegroeide bossen en in zwampgebieden. En waar voor degenen die zich hiervan wisten te bevrijden, de Marons een uiterst onzeker leven wachten, vol ontbering. Hier in Suriname, waar ook de inheemse bevolking zwaar te lijden had van dit schrikbewind. Waar inheemse vrouwen en mannen, die als eerste tot slavernij werden gedwongen, en ook als eerste in verzet kwamen. Zij waren het die door kolonisten van het land werden beroofd en met geweld waren verdreven. Zij waren het van wie als eerste
de eigenwaarde en identiteit ontnomen werd. Dames en heren, het is hier in Suriname, waar na de afschaffing van de slavernij ook tienduizenden mensen, vooral uit India, China en Java, naartoe werden gebracht, vaak onder valse voorwenselen. En waar zij onderworpen werden aan zware arbeid. En ook dit was het product van een hebzuchtig koloniaal bewind. En ook dit is een uiterst pijnlijke geschiedenis. Vandaag herdenken we natuurlijk in de eerste plaats het slavernijverleden. En daarom wil ik hier vandaag in Suriname op deze belangrijke dag de woorden luid en duidelijk laten weer klinken die de Nederlandse minister-president Mark Rutte op 19 december uitsprak. En ik citeer. Eeuwenlang hebben de Nederlandse staat en zijn vertegenwoordigers slavernij mogelijk gemaakt, gestimuleerd, in stand gehouden en ervan geprofiteerd. Eeuwenlang zijn in naam van de Nederlandse staat mensen tot handelswaar gemaakt, uitgebuit en mishandeld. Eeuwenlang is onder Nederlands staatsgezag de menselijke waardigheid met voeten getreden op de meest afschuwelijke manier. En te weinig hebben opeenvolgende Nederlandse regeringen na 1863 gezien en erkend dat het slavernijverleden een negatieve doorwerking had en heeft. Einde citaat. En dames en heren, vandaag sprak de Nederlandse koning in Amsterdam tot alle inwoners van het Koninkrijk en ook nadrukkelijk tot u hier allen in Suriname. Hij bood daar zijn excuses aan en gaf aan hoe die door hem met hart en ziel worden beleefd. En zijn excuses wil ik hier ten volle omarmen en herhalen. Namens de Nederlandse regering bied ik excuses aan. Op 1 juli van dit jaar is het precies 160 jaar geleden, ik zou zeggen 150 jaar geleden, dat de transatlantische slavernij in Suriname feitelijk 1873 is afgeschaft. Wettelijk is de slavernij op 1 juli 1863 afgeschaft, maar de tot slaaf gemaakte uit Afrika afkomstige mensen waren verplicht onder staatstoezicht nog 10 jaren door te werken. Bij de wettelijke afschaffing in 1863 bedroeg het aantal vrijverklaarde mensen circa 3500. 10 jaren later werden contractarbeiders uit India, Java en China ingevoerd. De Surinaamse samenleving zoals wij die nu kennen is daarom onlosmakelijk verbonden met het transatlantische slavernijverleden. De gedurende
Meer dan 300 jaar werden Afrikanen en hun nakomelingen in de wet geclassificeerd als niet-menselijk, als eigendom en onroerend goed van de koloniale heerser. Ze werden niet erkend als leden van de menselijke familie door wetten die waren afgeleid van de parlementen en paleizen van Europa. Deze geschiedenis heeft enorm psychologische trauma's toegebracht aan de bevolking van Afrikaanse afstammelingen. Dat is vandaag de dag nog te merken bij de nakomelingen van tot slaaf gemaakten. Er komt veel informatie naar ons toe over het slavernijverleden en de naweeën hiervan voor met name de nazaten van de tot slaaf gemaakte en als slaaf gemartelde zijn nog steeds voelbaar. Wij als nakomelingen voelen de harde zweepslagen op de zwarte, blinkende huid van onze voorouders nog steeds. Wij voelen nog steeds het warme bloed zijpelen over de huid en de striemen zijn nog steeds zichtbaar. Dat is wat wij hier in Suriname en anderen over de Atlantische Oceaan moeten beseffen. Het is een pijn die ons achtervolgt en die ons noodlot bepaalt. Maar tegelijkertijd zeg ik, wij zullen ons nooit meer laten knechten en wij zullen ons nooit meer laten martelen, niet lichamelijk en niet geestelijk. Wij hebben laten zien dat wij leiders zijn en dat wij in staat zijn onze eigen koers te bepalen, niet enkel als individu, maar ook als land. Wij moeten hard gaan werken aan de vorming van de eenheid binnen de afstammelingen van de tot slaaf gemaakte Afrikanen. Hierdoor zullen wij een grotere bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling voor ons land. Hoe groter de eenheid, hoe krachtiger ons stem zal zijn. Wij moeten werken aan onze geestelijke ontwikkeling, waar er geen plaats is voor afhankelijkheid zijn van gewezen koloniale heersers. Laten wij beseffen dat die afschuwelijke tijd voorbij is. Laten wij ons lot niet laten bepalen door het verleden. Onze toekomst zit niet in het verleden, maar in het bewust worden van het heden. Waarin wij ons doen en denken onze geestelijke ontwikkeling niet laten afhangen van ex-koloniale martelingen. Wij moeten daarom ons onderwijs ook zodanig inrichten dat onze kinderen en kindskinderen gevormd worden tot echte, onafhankelijke, weldenkende Surinamers. Maak ze niet tot bedelaars van derden die waarschijnlijk erop uit zijn hun geest te knechten. Ik feliciteer, tot slot, de totale Surinaamse samenleving met deze bijzondere historische dag in onze geschiedenis. Ik wens u allen een vreugdevolle herdenkingsdag toe. Laten wij een start maken om ons te bundelen op deze dag van 1 juli 2023, afschaffing van de slavernij. Ik dank u. Ik ben niet zo'n
Een frisse middag aan een toegewenst mijn lobby brada naga sisa. Mijn baru een beetje odi en een respectie. Wat sweet man spasie day. Lobby brada naga sisa, welkom. De famier man, hoe senang, maar ook to de famier man. Hoe bakara kondre sa jaso en Aruba. Met dat u grantang in dat u kong. Lek wan bigi famiri wees don jaso. Voor memre aketi koti dei. Graag te aanwezigen. First lady. Vice-president. Voorzitter Nationale Assemblée. Onze vice-premiers van Koninkrijk der Nederlanden en Aruba. Onze ministers. Alle andere hoogwaardigheidsbekleders. Maar in het bijzonder van ieder die daar thuis zit. Het volk van Suriname. Vandaag, precies 160 jaar geleden, is de emancipatiewet van koning Willem III ingegaan. Deze wet bepaalde dat de tot slaaf gemaakten in Suriname eindelijk bevrijd werden van het juk van slavernij. De afschaffing van de slavernij was in feite de eerste fase van het emancipatieproces van tot slaafgemaakten. Zoals we allen weten, moesten de vrijverklaarden nog gedurende 10 jaren tegen betaling van een eenzijdig bepaald loon op de plantages blijven werken. En dit geschiedde onder toezicht en begeleiding van de staat. Pas na 1 juli 1873 waren de vrijverklaarden volledig vrij om hun leven vorm te geven en te bepalen of en voor wie zij zouden werken. Dit is de reden waarom velen tegenwoordig vinden dat de slavernij pas met het einde van het staatstoezicht is geëindigd. Het is hier niet de plaats en het moment om daarover in discussie te gaan. Ik denk dat van belang is vast te stellen dat het emancipatieproces van de tot slaafgemaakten en hun nakomelingen is begonnen met de formele afschaffing van de slavernij, maar dat de geest daarvan voortleeft tot de dag van vandaag. Anton de Kom, die ook zoals net door de vicepremier, de heer Hoekstra, net medegedeeld is en die weer een waardige plaats gekregen heeft in onze geschiedenis met aanbieden van excuses ook naar de nazaten toe, kwam tot de conclusie dat de slavernij heeft doorgewerkt tot in zijn tijd. En ik durf vandaag hier te zeggen dat het doorwerkt tot in onze tijd. Ook concludeerde hij dat de leef- en werkomstandigheden van de grote delen van de bevolking, inclusief die van de inheemsen, de contractarbeiders en hun nakomelingen zodanig waren dat hij, zoals geconcludeerd wordt door Anton de Kom, de Surinamers in zijn boek aanduidt als wij slaven van Suriname. En het is van belang om vandaag stil te staan bij een van de belangrijke vragen, namelijk: wat hebben de verschillende fasen of vormen van koloniale heerschappij van Nederland in ons land teweeg gebracht bij de verschillende groepen van onze bevolking? En wat is die doorwerking van die heerschappij heden ten dagen? En wat zouden wij samen met Nederland moeten doen om de negatieve gevolgen van die doorwerking, zowel in Suriname als in Nederland, op te heffen? Laten we ook een voorbeeld nemen van onze eigen politieke leiders van het eerste uur, zoals Johan Adolf Pengel, Jagannath Lachman en Henk Aron, die op hun wijze zich hebben ingezet om een vreedzame en democratische samenleving te creëren. Lui Bradaziza, ik ga jullie allemaal een bezinningsvolle Maspas Day 1 juli Keti Koti dag toewensen. En mijn actie Masragado, voor Giu Krakti, voor Giu Hopu. En tijdens dat day, waar we zien dat na zoveel 100 jaar er excuses komt, laten wij
met het excuses het beleid gaan ontwikkelen. Dat wij inderdaad een verleden daar hebben waar we met gemengde gevoelens naar kunnen kijken en een pijnlijk gevoel kunnen krijgen. Maar laat ook beseffen dat we verantwoordelijkheid hebben om dat samen aan te pakken en samenwerken aan een nieuwe toekomst waarbij wij jullie allemaal een kans krijgen. En dan zeg ik voor Masaragado, Miababribi, dat we door dat pe Masaragado wonen. En laten wij daarvoor hard werken als Surinamers. God bless you, thank you.